Deze keer ga ik het hebben over vignettering toevoegen aan je foto. En dat is niet meer of minder dan een rand van een bepaalde kleur. Meestal is dat zwart, maar het kan ook eventueel wit zijn. Ik ga in dit voorbeeld uit van zwarte randen. De makkelijkste is met lenscorrectie: je dupliceert de laag en je gaat bij filter naar lenscorrectie. Dit filter is eigenlijk gemaakt om de tekortkomingen van je camera en van je lenzen op te lossen. Zoals bijvoorbeeld vervormingen of uh, natuurlijke vignettering door bijvoorbeeld de zonnekap. Daarom moet je zorgen dat hier geometrische vervorming uit staat. Want staat het aan, je ziet wat er gebeurt. Hij past de uh, vervorming van mijn lens past die aan. Zet het dus uit. We gaan naar aangepast en dan zie je hieronder vignet staan. Klik je op de hoeveelheid en ga je naar rechts... Dan wordt het lichter en ga je naar links, dan wordt het donker. En daaronder het middelpunt, daarmee bepaal je hoeveel de zwarte stralen zeg maar, naar binnen komen. Nou, ik vind dit wel fraai en ik klik op OK. Vind ik dit effect nou nog te veel, dan kan ik makkelijk met de dekking het een beetje minder maken. Dat is één manier. Manier twee: je maakt een nieuwe laag aan. En die noem ik vignetering. We klikken op het selectie-tool en we zorgen ervoor dat we een ellipse trekken over de foto. En zoek je nou de ellipse, want is het een vierkantje, standaard is het een vierkantje, dan kun je hem even ingedrukt houden en dan krijg je de verschillende opties voor je geschoteld. Goed, we hebben dus een cirkel gemaakt. Nou, wordt alles wat we gaan doen, gaat plaatsvinden in deze cirkel. En dat willen we juist niet. We willen het aan de buitenkant. Dus we gaan de cirkel omdraaien en die gaan we vullen. En vullen doe je met Shift F5. En ik kies voor zwart. Nou, dit zijn wel hele zwarte randen. En de overgang is ook erg hard. Nou, die gaan we zachter maken. En dat doen we bij Filter met Vervagen en Gaussiaans Vervagen. En kies gewoon iets wat je mooi vindt. Het effect is nog steeds vrij hard. Dus door de dekking naar beneden te zetten, los ik dat op. Volgende manier. We maken weer een nieuwe laag aan. En nu gaan we een vignettering aanbrengen door middels een gradient. En een gradient is niet meer of niet minder dan een verloop van twee kleuren. En we gaan een cirkelkleurig verloop maken: van niks van in het midden waar de auto zit, naar donkerder. En dat doen we om bij de kleuren het wit aan te klikken. En hier gaan we 50% grijs selecteren. En Photoshop kan daar namelijk mee rekenen. 50% grijs heeft de RGB waardes 128, 128 bij 128. En uh, dat zit precies tussen zwart en wit in. Je klikt op oké. OK. Je zorgt dat grijs voorop staat. En bij je gradient klik je op het cirkeltje hier, niet op het uh, vierkantje. We gaan een cirkel maken. En je trekt gewoon vanaf het midden naar de buitenkant een cirkel. En daar is hij dan. Nu komt de truc. Nu moeten we Photoshop gaan vertellen dat het uh, middengrijs wat we daar straks geselecteerd hebben, dat dat gewoon transparant moet worden. En dat doen we door de laagmodus op bedekken te zetten. En vervolgens kunnen we de dekking nog aanpassen. Eventueel zou je ook kunnen kiezen voor zwak licht. Dat effect vind ik meestal zelf persoonlijk iets mooier. En ook op die manier kunnen we vignettering toevoegen. Of het mooi is, dat wordt een tweede. Het gaat even om het principe.